Hallo en welkom bij Kikker TV, televisie voor en door kinderen. We gaan het vandaag over rituelen en het Stedelijk Museum hebben. Naast mij op de bank zitten Brett, Daan en Julius, allemaal van de Vlinder. En dan gaan we nu over naar Wienke. Ja, want ik zit met Jasper. En Jasper, jij hebt een weetje voor ons, toch? Ja, want in het Stedelijk Museum is een tentoonstelling te zien, want ik hou van Holland. En is er dan ook nog wat te doen voor kinderen in die tentoonstelling? Ja, er zijn allemaal verschillende speurtochten te doen. Oh. Want dan hebben de kinderen ook wat te doen. Nou, dat is wel heel leuk om te doen. Dat is wel een goede tip voor de voorjaarsvakantie. Zullen we bij de rest gaan zitten? Nou, we gaan het dus nu over rituelen hebben. Dan gaan we zo meteen een reportage over zien. Hebben jullie thuis nog rituelen, bijvoorbeeld? Nee, niet. Nee? Jij? Maar wij doen iedere zaterdag en zondagochtend doen we uitgebreid ontbijt. Oh, lekker. Mm-hmm. En vertel eens, wat hoort er dan bij zo'n ritueel ontbijt op zondag? Allemaal lekkere broodjes en zuurdrans en een eitje. Lekker, lekker. En jij? Op zondag hebben wij, s'avonds eten we altijd patat. En dan kunnen we ook kiezen tussen kroket, geen frikandel, maar wel vissticks en dat soort dingetjes. Lekker, dus jullie hebben ook altijd vaste hapjes waar je uit kan kiezen. Ja. En in ieder geval altijd friet. Lekker. Nou, en heb jij nog een ritueel? Ja, ik ga zondag altijd met mijn vader een beetje muziek maken. Dat is heel leuk. Dat is ook een mooi ritueel. Ja. Nou, ik denk dat het tijd is om te gaan kijken naar de reportage die de Blinde heeft gemaakt over rituelen. In deze reportage gaan we jullie iets vertellen over rituelen. Wat zijn rituelen? Heeft iedereen over de wereld dezelfde rituelen? Heb jij misschien rituelen? Rituelen horen bij de tradities van je gezin, je geloof en je cultuur. Ook horen ze bij de tradities van een bepaald land. Bijvoorbeeld bij de traditie van je verjaardag vieren horen allerlei rituelen. Zoals een mooie feesthoed opzetten, slingers ophangen en bij ons op school mag je ook trakteren. En als je jarig bent mag je ook op de tafel staan. Ah, dus rituelen zijn gewoontes die terugkomen in een familie, gezin of een cultuur of in de klas. En viert iedereen zijn verjaardag met dezelfde rituelen? In Suriname wordt de verjaardag uitgebreid gevierd. En lekker eten is heel belangrijk. Ook rijden ze met een speciale feestbus door de straten. Zo weet iedereen dat er een jager is. In Turkije zijn verjaardagen niet belangrijk. Er wordt wel veel met elkaar gegeten. En er zijn ook geen kinderfeestjes en cadeautjes. In Schotland bakken ze verrassingen mee in de verjaardagstaart. In Rusland worden de kinderen aan hun oren getrokken. Dan denken ze dat ze groeien. De jager krijgt van iedereen ook een toespraak. In Latijns-Amerika is het stuk slaan van een piñata het hoogtepunt van een verjaardag. Een piñata is gemaakt van papier-mâché en er zitten snoepjes en cadeautjes in en die is in de vorm van een pop of beest. In Thailand krijgen ze geen cadeautjes, maar geven ze cadeautjes aan de goden in tempels, zoals bloemen en wierook. Bijzonder hè, dat er op de hele wereld een verjaardag anders wordt gevierd. Wist je dat je in families ook verschillende rituelen kan hebben? Ik eet elke vrijdag en zaterdag met mijn gezin bij de tv met lekkere hapjes. Hebben jullie ook nog verschillende rituelen? Wij bestellen elke verjaardag een taart. Wij eten elk jaar bij de Chinees met kerst. Wij nemen elke zondag een uitgebreid ontbijt met een lekker sapje en croissantjes erbij. Aha, het is dus duidelijk dat er verschillende rituelen zijn. Maar waarvoor zijn deze rituelen nou voor nodig? Rituelen kunnen de band tussen mensen en volken sterken. Ook kunnen de rituelen mensen rust geven, want ze keren steeds terug en dat vinden mensen erg prettig. En hoe zit het met jullie? Hebben jullie ook verschillende rituelen? Terug naar de studio. Hyper de piep, hoera! Oh.
Hey, dat was een grappige reportage over hoe je je verjaardag op verschillende, in verschillende landen kan vieren. Maar vooral ook hoe jullie dat doen in de klas met het dansje in plaats van een liedje zingen. Nou, heel leuk. Hey, en vandaag is het 13 februari. Dat betekent dat het morgen 14 februari is. En dan is het... Valentijnsdag. Ja, precies. En bij Valentijnsdag horen natuurlijk ook wel een aantal rituelen. Weet iemand er eentje? Of misschien wel meer? Chocolaatjes geven. Oh ja, chocolaatjes geven. Rode rozen. Rode rozen, ja. Ja. Liefde. Liefde in zijn algemeenheid. Dat je briefjes schrijft met je naam hoeft er niet op, maar dat je schrijft voor iemand die je aardig vindt of misschien zelfs leuk. Dat je dan schrijft van ik vind je leuk en alles. Ja. Maar dan hoef je niet per se je naam erbij te schrijven, want dat houdt het dan wel weer spannend als je het er niet bij zet. Ja, dat maakt het heel spannend. Heb jij dat wel eens gedaan? Nee, maar ik heb het wel eens op tv gezien. Dat was altijd wel grappig van... Want dan wist degene niet wie het had gedaan. En dat is dan echt... Spannend! Ja. Van wie komt het nou? Hebben jullie ooit gedaan? Nee. Ook geen gekregen? Ja? Vertel. Nou, dat was in groep 3. En ik wist toen wel van wie het was, want ik herkende toen het handschrift. Oké. Ja, dat... Ja, dan hoeft er geen naam op te staan, maar als je weet hoe iemand schrijft, dan... En gaan jullie voor deze Valentijnsdag, hebben jullie nog spannende acties bedacht? Nee. Mijn verkering is uit. Dat gaat de juf dan op. Alleen mijn lief zijn tegen mijn ouders en tegen mijn zus en tegen mijn moeder. Nou, dat is ook fijn. Dat is ook wat mooi aan Valentijn, hè? Je hoeft niet per se alleen met je liefde, maar je kan ook bijvoorbeeld voor je ouders of voor een goede vriend of een goede vriendin. Ja, en zeker. Naar de stad gaan. En naar de stad. En dan chocolaatjes eten in hartjesvorm. Nou, eigenlijk meer allemaal leuke dingen doen. Oké, nou, goede tip. Ja, over tips gesproken. Dan gaan we nu naar de tip van de week. Bereid je goed voordat je iets doet. Want als je dat doet, dan gaat het beter. Bijvoorbeeld je spreekwoord. Dat is een handige tip. En waar je natuurlijk ook je spreekwoord over kan houden is het museum of een tentoonstelling die je gezien hebt. Nou, Jasper vertelde natuurlijk net aan het begin van de uitzending over het Stedelijk Museum. Maar zijn er misschien ook nog andere musea waar jullie wel eens zijn geweest? Ja, een museum waar ik heel lang geleden ben geweest, alleen ik de naam niet, waar dinopotten lagen. Ah, kijk. Echt een mannenonderwerp, hè, die dino's. Ja. Dan gaan we nu naar een reportage kijken. Die gaat over het Stedelijk Museum. En er liggen geen dinosauriusbotten, maar daar is wel andere kunst te vinden. Hallo, wij zijn hoofdredactie van het Schavuit Doeboek. Nu zijn we op excursie in het Stedelijk Museum. We gaan kijken naar de tentoonstelling Ik hou van mijn land. De kunstwerken in de tentoonstelling zijn na de Tweede Wereldoorlog gemaakt. En het zijn allemaal van Nederlandse kunstenaars. Het Stedelijk Museum vond het bij deze tentoonstelling heel belangrijk om te laten zien dat er een link is tussen kunstwerken en de tijd en samenleving waarin ze gemaakt zijn. Kijken jullie mee? De tentoonstelling is op chronologische volgorde gebouwd. Op de zolder vind je allemaal kunstwerken vlak na de Tweede Wereldoorlog. En als je van de zolder naar beneden gaat... Dan worden de werken steeds moderner. Behalve dat de kunstwerken op chronologische volgorde staan... hebben ze op elke verdieping een onderwerp gekozen dat past bij het kunstwerk. Op deze verdieping gaat het bijvoorbeeld over de barbaarse tijden. En hier over het onderwerp zonder grenzen. Hey, dit is een bijzonder kunstwerk. Kan jij er wat meer over vertellen? Ja, volgens mij heeft Esther Tielemans dit geschilderd in 2005 op acryl en epoxy op paneel. Wat zie je eigenlijk in dit kunstwerk? Nou, ik zie er een soort van oerwoud in met water en een soort van dierentuin. En in deze? Ho! Niet alles verklappen. Als je meer wilt weten, moet je kijken in het Schavuit Doeboek of je moet zelf langskomen. Dat was een hele mooie reportage. Wat vonden jullie eigenlijk van de muur met de zakjes? Ja, kan het zelf ook doen.
Maar het is natuurlijk wel apart, want ja, sommige mensen zeggen van het is kunst en anderen zeggen van het is niet kunst. Maar wat vind jij eigenlijk wat kunst is? Het is meer van het heeft moet een betekenis hebben en dat uitgebeeld wordt. Dat is een beetje kunst, vind ik zelf. Dat het schilderij of het beeldhouwwerk... Het hoeft niet zozeer een schilderij per se te zijn, maar iets, een beeld of zo. Het kan ook iets wat uitgedrukt wordt voor een verhaal of wat iemand in zijn leven heeft meegemaakt. Dus eigenlijk een hele symbolische betekenis. Ja. Echt een soort uiteenzetting. En jullie? Ik vind dat je het ook wel gewoon zelf eigenlijk kan maken. En ja, het is ook wel leuk om een keer te zien. Alleen, eigenlijk is het ook wel weer goed eigenlijk dat je dat kan verzinnen. Dus je, niet zoals een schilderij. Nee. En is kunst belangrijk? Daan? Ja. Jij denkt wel? Ja. Nou, vertel, waarvoor vind je het belangrijk? Dat je dan ook iets anders weer ziet. Iets anders? Bijvoorbeeld de muur met de zakjes? Ja. Ja, oké. Okay. Dat zie je niet elke dag. En daarom is het belangrijk? Ja. Oké. Okay. En jij? Mijn hele leven draait niet om kunst, alleen... ik vind het niet heel belangrijk, maar het is wel leuk om het te zien. Wel leuk om een keer naar het museum te gaan. Ja. Nou, ik denk dat het tijd is om te gaan kijken naar de kijkersvraag. We hadden natuurlijk de vraag over de straten in Schiedam. En Herman Kriek heeft een filmpje ingestuurd waarin hij antwoord geeft op de vraag. Hoe komen straten aan hun naam en waarom is er gekozen voor de Vlaardingerdijk als straat in Schiedam? Goeiedag, ik heb via de kleine ambassade de vraag gekregen. Waarom ligt de Vlaardingerdijk in Schiedam? Nou, ik zit in de commissie naamgeving openbare ruimte van de gemeente Schiedam. En ik ga het proberen uit te leggen aan de hand van deze kaart. De Vlaardingerdijk, die loopt... Hier is het centrum van Schiedam, dus die loopt hier richting Vlaringen. En als je een beetje stiekem doorkijkt zo, dan kom je op een gegeven ogenblik uit op de Schiedamse weg. En de Schiedamse weg, die gaat dus richting Schiedam. Nou is het ook zo dat je hier in, moet ik even goed kijken, in Ketel, daar heb je de Vlaringse weg. En die Vlaringse weg, die ging heel mooi naar deze kant heen. En dan hebben we hier de Ketelweg. Dus die gaat helemaal richting het dorp van Ketel. Het dorp Ketel, dat was vroeger een eigen gemeente, is in 19, of tijdens de Tweede Wereldoorlog, is dat toegevoegd aan Schiedam. Daarvoor zie je hier ook de Schiedamse weg. En de Schiedamse weg, die gaat naar Schiedam toe. Vervolgens heb je, en die Schiedamse weg die liep vroeger ongeveer zeg maar zo. En dan heb je hier de Ketelstraat, die loopt weer van het centrum vandaan, van Schiedam, richting Ketel. Nou, dan hebben we natuurlijk ook de Rotterdamse dijk nog in Schiedam. En die loopt richting Rotterdam. En hier staat het al, Schiedamse weg, die komt vanaf Rotterdam richting Schiedam. Dus de naam van plaatsen in de naburige gemeentes, die hebben altijd die namen. Wie is de meest bekende voetballer in Schiedam? Kijk, dat is een leuke kijkersvraag. Nou, ik zit met allemaal mannen, die zijn vast expert in voetbal. Hebben jullie enig idee? John de Wolf. John de Wolf. Nou, wie weet. Weet jij het antwoord? Stuur het dan naar dit adres. En als je een nieuwe vraag hebt voor Kikker TV, natuurlijk ook. Nou, dat was het dan weer voor deze Kikker aflevering. We hebben het gehad over het Stedelijk Museum en rituelen, dus onder andere ook Valentijnsdag. Nou, dat was het. Tot volgende keer. Doei! Doei.